mensen, welkom bij een nieuwe ding. We zijn er weer. Wat een troep, maar Sinterklaas is vandaag de cameraman. En ik ga dus met Piet en met andere twee gaan we een verhaal. Oké, Sinterklaas, kom maar op. Hoe heet dit verhaal? Dit verhaal gaat over schoenen die niet zijn gevuld. Er was een man. En die man, die had niet zijn schoen gezet. Waarom deed hij dit? Ja, waarom deed hij dit dan, Sinterklaas? Ik weet het niet. Had hij iets verkeerds gegeten of zo? Nee. Wist hij de weg niet meer? Nee, Piet. Hij wist de weg niet meer, inderdaad. De schoenen. Hij had geen schoenen meer. Ja. Liep hij dan met sokken naar buiten? Ja. Wat een vreemde man. Maar Sinterklaas. Had die man dus... Had die man zijn schoen gesloopt? Nee. Had hij ze verkocht? Ja. Hij wist niet meer hoeveel schoenen die had. Ja. Hoeveel schoenen had hij dan? Dat weet ik niet. Jij zei toch nog twee andere? Muziekpiet moet er nog bij. Hij had dus ook geen wind gelaten. Nee, dat heeft geen regen gespeeld. Was hij zelf Piet? Die man was geen Piet. Oké, dus dat hij geen Piet was, had er niks mee te maken. Ik weet deze. Het was een boer. Die man was een boer. En hij verkocht dus al zijn schoenen. Omdat hij al zijn schoenen had verkocht. Had hij geen cadeautje in zijn schoen. Gefeliciteerd, dit was het raadsel. Wow, ik vond deze toch wel pittig. Vrij pittig. Ik vond deze echt mooi. Leuk verhaal. Ja, bedankt. Voor je verzekering. Welke verzekering? Je hebt het onderwerp dood op een hele mooie thema verhalen. Dus tot volgende week.